In deze video wil ik het hebben over een van de mooiste uitvindingen ooit. En dat is de uitvinding van de MP3-speler. En waarom wil ik het daarover hebben? Omdat wij, jij en ik, bedoel, anders keek je niet naar deze video, zijn allemaal geïnteresseerd in persoonlijke ontwikkeling, leren, marketing, business, al die dingen. Dus eigenlijk gewoon echt het ontwikkelen van jezelf. En dat kun je doen door naar video's te kijken bijvoorbeeld. Nou, ik probeer deze video zo kort mogelijk te houden, zodat je niet al te veel tijd kost. Maar dat kun je ook doen door bijvoorbeeld te gaan beluisteren. Dus mp3's te gaan beluisteren in plaats van video's te kijken of boeken te lezen of naar seminars te gaan. En dat scheelt je heel veel tijd. Want dat kun je doen in tijd die normaal ja, eigenlijk niets voor je oplevert. Bijvoorbeeld als je in de auto zit of als je aan het schoonmaken bent of aan het wandelen bent of wat dan ook. Kun je jezelf omscholen. En eigenlijk zou je de commitment voor jezelf moeten maken van als je achter de computer zit, dan moet je productief zijn. Dan moet je niet zozeer al die informatie stoten, maar productief zijn. En als je achter je computer weg bent, dan moet je kijken hoe kun je die tijd zo goed mogelijk benutten om jezelf te ontwikkelen. En dan heb je goede balans tussen kennis en actie. En dus mp3's is zeker een waardevolle. Er is zoveel marketingmateriaal, cursussen, trainingen, van alles en nog wat je kunt downloaden en op mp3 kunt gaan beluisteren. En ja, dat is gewoon een fantastisch middel om zonder dat het je extra tijd kost, wel jezelf door te blijven ontwikkelen.